Het ministerie van Justitie en Politie, met name het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken, heeft vandaag in het kader van het project Legalisatie een informatiebijeenkomst gehouden in Hotel Marriott. De doelgroep was ambassades en consulaire diensten in ons land en vertegenwoordigers van de functionele buitenlandse groeperingen. Minister Ferdinand Welzijn van Juspol heeft onlangs dit project gelanceerd. En op woensdag 20 september zal er hiermee officieel een aanvang worden gemaakt. De onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld, ging onder meer in op de reguliere procedures voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. De aanvraag wordt vooraf gedaan voordat je wilt afreizen naar Suriname. En zoals de procedure geldt, duurt dat ongeveer 3 maanden. Dus 3 maanden van tevoren, wanneer je wilt afreizen naar Suriname en je komt uit een visumplichtig land, ga je deze type visum moeten aanvragen. Wanneer het is geproefd in Suriname dat u aan uw visum zal worden verstrekt, het KV-visum, dan zou u kunnen afreizen daarmee. En het resultaat van die show, because sometimes I see that some people don't get the about MKV and KV. It is sometimes a little bit difficult to understand those. So the procedure to get the KV visa is the MKV. And the product itself will be the visa. And the name of the visa is KV. And that is what you need to come to Suriname to live and work. Volgens Groenveld heeft de Surinaamse regering in 2017 enkele categorieën van personen in aanmerking doen komen voor een versoepelde procedure. De periode van 3 maanden was toen ingekort, waardoor mensen meteen over een visa konden beschikken. Groenveld geeft verder aan dat het tarief voor de reguliere procedure is gesteld op $150. De fee voor de regular procedure voor de ask for a stay permit is $150 for everybody except nationals from CARICOM, without Haiti. Yes, we'll do the explanation later on. Yes. You have to be a full member of CARICOM. All the full members of CARICOM don't pay, but everybody else needs to pay the $150. And per application, not per person, per application. And it is because of that, there is an act about that. Het doel van het project is om vreemdelingen die Surinamers zijn legaal zijn binnengekomen, de gelegenheid te geven om toch nog een aanvraag in te dienen. Zoals ik al eerder heb uitgelegd, moet je aan sommige voorwaarden voldoen om reguliere aanvraag in te dienen. En toch nog heb je personen vanwege verschillende redenen dat ze niet aan die voorwaarden voldoen, maar in Suriname zijn. Ze zijn weliswaar legaal binnengekomen. Aldus Rachelle Groenveld, onderdirecteur Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie. Ze verduidelijkt dat met dit project vreemdelingen die legaal het land zijn binnengekomen een tweede kans krijgen om in Suriname te wonen. Na de presentatie bestond er de gelegenheid voor het stellen van vragen.